Goedemiddag, mijn naam is Dirk Wijkamp. En ik ga een gedicht voordragen dat ik 3 weken geleden in de vereniging in Nijmegen mocht voordragen, in de Grote Schouwburg. Omdat dit het enige gedicht was waarvan ik dacht dat hij die zaal wel zou kunnen vullen. Het gedicht heet Luchtkasteel. Naast mij, op de passagiersstoel van mijn auto, zit een onvervulde belofte op de plek waar jij had moeten zitten. Om die belofte zweeft een herinnering. Van wit bedlinnen dat nog warm is van de mediterraanse zon. Met erop een aanzichtkaart uit Turijn. Die ik vanmiddag nog zo moeilijk vinden kon. Een trillende telefoon en bevende handen. Ik wist het meteen. Een beroerde stem aan de lijn. En vriendschap als een arm om mij heen. Toen bouwde ik mijn kasteel van herinneringen. Niet om een plek te hebben waar ik heen kan gaan als ik verdrietig ben, maar om überhaupt nog een plek te hebben waar ik heen kan gaan. Daar ben ik nog kind. Daar zit ik nog op een bruine stoel met groene kussens en een dekentje over me heen. Daar kreeg ik nog witte puntjes met extra hagelslag gevoerd en toe wat appels met suiker en kaneel. Daar zit je nog naast me, houd je mijn hand nog vast, in mijn eigen luchtkasteel. Dat kasteel staat nu naast me in de auto, op de plek van de onvervulde belofte waar jij had moeten zitten. Soms houd ik de deur nog even voor je open, maar nooit stap je in. De doden zijn als gasten die je niet meer verwacht, maar voor wie je, tegen beter weten in, toch nog een stoel vrijlaat. Dank u wel.